Ik ben Sigourney Kamee en in Suriname speel ik voor het team Jellico en in Amerika speel ik voor de Universiteit Florida Atlantic University. In Amerika gaat het nu heel erg goed. Mijn school waar ik op zit, FAU, we zijn echt aan het groeien als volleybalteam. Het is een voorrecht om daar te zijn met ervaren speelsters en ervaren coaches. Dus ik ben blij om daar te zijn en dan ook beter te worden om mijn krachten ook aan Suriname te adden waar nodig is. Ik speel met mijn school Division 1 NCAA. In totaal zijn er 334 universiteiten in de hele nationale competitie. En uit alle 334 scholen zijn we nu gerankt op nummer 95. En in onze conference, Conference USA, ik speel in Conference USA, zijn we uit de 15 teams op nummer 5. Dus ik heb in Suriname gevolleybald en nu volleybal ik in Amerika. Het grootste verschil is de resources dat we daar hebben. Je leven is volleybal en school. Ik woon persoonlijk op school, dus 's morgens is het gewoon vroeg opstaan. Het eerste dat je doet is naar de gym. Na de gym ga je naar de training en dan heb je dan ook nog conditietraining. Dus alles is gewoon om je heen. Je hoeft niet van je huis uit nog de bus te pakken of je auto om naar de training te gaan. Alles is daar en echt heel goed georganiseerd. En er is heel veel motivatie daar dus om het echt goed te doen. Want ze begeleiden je echt in alles. Dus soms heb je natuurlijk down momenten. Je gaat niet altijd op zijn. Maar echt, het is echt geweldig dus om te zien dus hoe ze je pushen om beter te worden. Zowel krachttraining als volleybal skills. Dat is niet echt zo bij volleybal dat je een miljonair zou kunnen worden. Het is wel zo dat wij als universitaire atleten dat we worden gescout door professional leagues. En er zijn hele goede leagues daar, maar je moet echt heel goed zijn om daar te komen waar je echt een miljonair van zou kunnen worden. Dat kan wel, maar het is heel veel opofferen. En de mogelijkheid is er, het gaat daar aan mij liggen. Dus hoe goed ik zal zijn binnen 2 jaar, ik studeer binnen 2 jaar af. Ik ben heel goed gegroeid van mijn eerste jaar, mijn tweede jaar. Ik sta nu voor mijn derde jaar. Dus als ik heel goed blijf groeien, hoop ik daar te komen natuurlijk. Yes, het zou geweldig zijn om daar te zijn. En mijn familie natuurlijk te ondersteunen, iedereen om me heen. Want ik ben niet daar alleen gekomen. Er zijn heel veel mensen die me hebben ondersteund. Meneer Ferdi getrouwd, die bijna alles voor me heeft gedaan dat ik nu in Amerika ben. Iedereen, mijn familie, mijn vrienden, de gemeente waar ik bezoek, gemeente Bronnes Levens Ministries. Dus ik sta er soms versteld van, dus de mensen die achter me staan. Dus daarom probeer ik gewoon keihard mijn best te doen op school en in mijn studie en op sportgebied. Dus ja, ik hoop daar te komen. Ik hoop daar te komen, sowieso. Ik denk dat Suriname trots op haar mag zijn, want ze heeft de weg open gegooid voor nog meer mensen om na haar te komen. Ja, ze is een voorbeeld voor de mensen, voor zowel school als het gebeuren in het sport, op het sportveld, ook buiten het sportveld. En dat is een goede reclame voor onze sporters hier in Suriname. En het is een goede push voor anderen. Om te weten dat als ze hun best doen op school in combinatie met sport, dat er misschien een andere toekomst voor ze is weggelegd. Sigourney Kamee, women's volleyball. Sigourney is the kindest and most humble person you will ever meet. She treats everyone with the utmost respect, whether you're on her side or on the court or not. She serves as the captain to the volleyball team and is always respectful when communicating with referees and opposing teams during competition. Sigourney is a positive light to those surrounding her and always gives 100% to everything she does. She demonstrates the highest level of integrity in all aspects of her life. De awards die ik heb gewonnen in mijn tweede jaar, dus mijn vorige schooljaar in Amerika, waren de All-Conference First Team, All-Conference Academic Team. En de laatste dat ik heb in ontvangst heb mogen nemen was de Female Sportsmanship Award. Dat wil zeggen dat je het heel goed doet op zowel school als met je sport. Het is een sportscholarship en in Amerika zijn de regels heel duidelijk. Als je beneden een bepaald niveau ligt, ik denk C of C min, mag je niet spelen. Je bent wel verplicht te gaan trainen. In de club waar ze vandaan komt gelden om en bij dezelfde regels dat we toch wel letten op de schoolresultaten van de spelers en speelsters. En waar nodig ondersteunen we hen.
Het is de bedoeling dat wanneer ik ben afgestudeerd om in een professional league te gaan spelen. Dus het zal daaraan meeliggen hoe goed ik ben op dat moment als ik in een hele goede professional league beland. Of een minder goede, maar dat is toch een hele goede opportunity. Dus ik ga ervoor en ik probeer de twee opkomende jaren gewoon mijn skills te improven en gewoon beter te worden volleyball-wise. En ook natuurlijk krachttraining, want je moet ook heel goed zijn. Dus krachttraining en conditie. Maar ik ga ervoor. Ik weet dat ik het kan. En ik wil ook de deur openen voor andere Surinamers om naar daar te komen. En nu al krijg ik zoveel berichten van coaches. Als er talent is in Suriname, het is gewoon geweldig om dat te horen. En die berichten te krijgen van Sigourney, je bent zo goed. Is er ander talent in Suriname? Dus het geeft me altijd een goed gevoel om te vertellen over het talent dat in Suriname is. Dus ik ga ervoor. En dat zijn ook een van mijn doelen. Dat ik niet alleen daar wil afstuderen en naar de professional league wil gaan, maar ik wil ook de gelegenheid stellen voor meer talent om naar Amerika te gaan. Yes, volleybaltalent en misschien als ik de kans krijg, meer talent in Suriname, dus andere takken van sport, want we hebben heel veel talent in Suriname en potentie, dus dat zijn ook een van mijn doelen. Wat denkt u dat de meerwaarde hiervan zijn als meer van onze sporters in het buitenland spelen? Nou, het betekent sowieso dat we onze topspeelsters in een beter milieu kunnen laten opgroeien en dat moet voor het nationaal niveau, dus de nationale selecties, moet dat zeker een pluspunt zijn. En als ze terug zijn hier, of de periode dat ze vrij zijn van school en hier vertoeven, betekent het dat ze er een beetje overdracht plaatsvindt van de kennis die ze daar hebben opgedaan op het volleybalveld. Ik hou echt van Suriname en wanneer ik daar ben, zie ik, heb ik gezien dat ik echt van Suriname hou. Ik mis het eten, ik mis gewoon de vrijheid hier in Suriname. Dus gewoon samen zijn. Het is een fout. Suriname zijn gewoon chill. We leven goed met elkaar, natuurlijk daar ook. Maar dus echt die Stranang, lobby. Ja, dus dat mis ik het meest echt. Dus die Surinaamse vibe. Yes, dus dat is het. Ja.